De 33-jarige conciërge van het Albeda College blijkt een belangrijke schakel te zijn in een grote wapenhandel in de regio Den Haag. De politie heeft aan de Breitnerstraat onder meer 200 patronen en een nep vuurwapen in zijn kluisje gevonden. In zijn auto en zijn woning in Den Haag zijn nog meer wapens aangetroffen. De meneer had een website waarop het leek dat hij in België woonde. De meneer opereerde echter vanuit Nederland en bood op die website via fotootjes allerlei wapens aan. Nou, daar is de recherche op verder gaan rechercheren en hebben daarbij nog een tweetal andere verdachten op het oog gehad die ook aangehouden zijn en waarbij ook wapens gevonden zijn. Op het Albeda College is geschokt gereageerd op de arrestatie van de conciërge. De man was vanaf november in dienst en deed zijn werk goed. Het is natuurlijk afschuwelijk dat in een school dit soort dingen kunnen gebeuren. Er was geen enkele indicatie dat iets dergelijks aan de hand zou kunnen zijn. Ook de direct betrokkenen en leidinggevenden hebben niets gemerkt. Dat er iets zou zijn waardoor verdacht zou zijn of wat dan ook. Dus voor ons was het een volledige verrassing. De studenten hebben niets gemerkt van de doorzoeking op de school. Omdat het gebouw gesloten is vanwege de vakantie. De politie sluit niet uit dat de conciërge ook wapens en munitie heeft geleverd aan leerlingen. Of die op de school zelf in wapens heeft gehandeld, weten we niet. Nog steeds niet helemaal zeker. Het onderzoek daarna loopt nog, maar het is niet uit te sluiten. Ik hoop het natuurlijk uiteraard niet. Er is ook geen enkele indicatie voor, echt geen enkele. Ik ga ervan uit dat dat niet zo is. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechtercommissaris en zit nog vast.